Goedemorgen mensen en welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Ik heb net de jonge duiven gevoerd en het hok schoongemaakt. We gaan vanavond inkorven voor jonge duivenvlucht Heusden Zolder. Dat is 202 kilometer voor ons. Dus ja, dat gaan we vanavond doen. We hebben hier een jonge doffer die zit op een wedelaarshok. Met een jonkie van 10 dagen. Felle doffer. Ziet er ook goed uit voor morgen. Dus. Zit gekoppeld aan een oude vin. Het jonkie is niet van hem, maar van een andere duivin. Waar ik nog jonkies uit wilde, dus die ligt erbij. We hebben hier ook nog twee jonkies. Van opa gekregen. De 832. Deze doffer komt niet meer los, want die wil ik bewaren voor later. En dat is met deze duivin net zo. De 621, die in 33ste vloog in de afdeling. En we hebben hier de 176, het andere jonkie. Van deze duivin hebben we dus het jonkie bij die doffer neergelegd. Nou, dan zijn we hier bij de jonge duiven. Hier is het koppeltje samen. Dan hebben we hier nog een koppeltje samen. Deze hebben al twee eitjes. Maar hier is ook een doffer met een oude duivin bezig. Die heb ik niks. Deze duif was de eerste, was mijn tweede aangewezen. Hij zit op een jonkje van 10 dagen. Dus de eerste is thuis. Kom aan. Nou, de duiven zijn vanmorgen om 7:15 gelost. We hebben inmiddels nu twee duiven thuis van de 7, dus nog 5 te gaan. Het gaat niet zo heel best, maar ja, we hebben in ieder geval eentje er vroeg bij zitten, of tenminste vroeg. In ieder geval een beetje bovenin bij de vereniging. En daar gaat het om. Dus ja, ik hoop dat de rest nog nakomt en dan gaan we het volgende week alweer zien. Nou, nog één duif. De dof van deze moet nog komen. Haar nestmaat. En dan hebben we alles weer thuis. De jonge duiven nog even voeren. We hebben alles weer thuis, dus dat is mooi. Duif ook even gevoerd. En dat is natuurlijk een jonge doffer. Zit ook bij de oude duif in. We hebben denk ik maar eentje in de punten. Maar ja, het is iets anders. We hebben in ieder geval eentje bij zitten. Met 7 mee hoeven we ook maar 1 te draaien. Dus dat valt mee. We hebben een aangewezen. Helaas moeten we 2 aangewezen draaien. Om daarvoor door de punten te pakken. Dus, maar het is iets anders. Volgende week hebben we ook de natuur, een trainingsvlucht voor de natuur. Dus
Dan hebben we 18.000 mee, dus dan kan ik ook wat meer filmen met aankomsten. Ik heb nu maar eentje kunnen filmen. Dus ja, wordt dan volgende week waarschijnlijk een betere video als nu. Mocht jullie dit een leuke video vinden, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, kan hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!